Dag jongens en meisjes, vandaag hebben we weer iets leuks, namelijk de mini keukentjes uit Japan. Dat zijn hele kleine inimini keukenspulletjes, zoals eten en mesjes, vorkjes. Zullen we deze eens even openmaken, dan kan ik jullie laten zien wat het nou precies is. En we hebben hier al een keer eerder een video van gemaakt. Want wat heb je hier? Een leuk bord met een boterhammetje met een gezichtje erop, een beetje zout, een eitje en een spatel. Nou, wat gaan we dan doen? We gaan hier lekker het eitje bakken. Zo. Dan laten we even lekker warm worden. En als hij dan klaar is, kijk, dan kun je een beetje zo roeren. Haal hem eruit met de spatel. Zo, kijk eens even. Kijk, en dan hebben we lekker een eitje. Leg hem dan zo op de boterham. Een eitje leg hem dan zo op de boterham. Zo. De spatel leggen we even terug. We hebben nog lekker zout. Doe je er een beetje zout overheen. Zo. En dan kan je hem lekker opeten. Kijk eens even, dat is grappig, hè? Zo, dan hebben we nog een doosje. Daar zitten ook allemaal lekkere kleine keukenspulletjes in. Laten we eens even kijken. Daar zit typisch Japans eten in, namelijk. Even kijken. Dat is sushi. Let op. Daar kan je namelijk sushi mee maken. Je doet het als volgt. Je hebt dan een bakje met rijst. Dus daar schep je de rijst zo uit. Nou, van die rijst maak je balletjes. Zo. En dan doe je een stukje zeewier overheen. En dan heb je sushi. En die kan je dan zo hier inleggen. Kijk. Die leg je dan zo hier in. Sushi. Dan doe je een beetje rijstazijn overheen. En dan is het alweer klaar. Dan heb je lekker eten. En dan kan je het gaan eten. Dat ziet er leuk uit, hè? Dat was hem alweer. Het was een kort videootje. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als je nou abonneert op het rode knopje, dan krijg je iedere keer een bericht als we een nieuwe video hebben gemaakt. Nou, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!